Yo guys, Glitch hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag gaan we verder met Minecart Survival Season 1. Ik heb echt superveel dingen om te laten zien, dus ik ga je niet te lang aan het lijntje houden. Here we go. Ik ben hier op mijn schip. Er is heel veel veranderd. Het is eigenlijk bijna zo goed als af. Er zijn alleen nog een paar dingen die moeten veranderen. En dan ga ik er een cinematic van maken. Cinematic. English 100 nog. Een beetje tweaks hier en daar. En het interieur nog helemaal afmaken. Want het interieur is toch niet echt perfect ofzo. Ja, ik ben ook wel gaan vissen voor een name tag. Ja, uiteindelijk heb ik geen name tag gevonden. Maar heb ik gekregen van Lucas. Dus ja, bedankt Lucas. Ik heb hier ook de bruine schapen weggehaald. De koeien zitten weer terug lekker overbevolkt. Ik heb trouwens helemaal full diamond armor. En ik heb ook een gold farm, een XP farm, een gekke XP farm. En ik wil die vandaag nog proberen iets beter te maken. Want die XP farm werkt naar behoren. Het enige probleem is dat ik niet AFK kan gebruiken. En dat wil ik vandaag proberen veranderen. De XP farm heeft mij bijna een stack iron blocks gekost. Omdat ik in totaal 100 minecarts moest maken. Oeh, that hurt. Maar ik wil ook even zeggen dat ik terug wat meer andere dingen ga uploaden. Dus niet alleen Fallen Order en Jackblock. Ik moest trouwens Jackblock gisteren streamen, ik ben dat vergeten. Oeps. Ik kan even wegleggen en ik zal even het bewijs laten zien, hè, dat de iron weg is. Dat ik het niet heb gesheet ofzo. Ik heb natuurlijk wel wat terug een beetje iron kunnen verzamelen. Met mijn mooie kistenkamer. Ik heb een beetje moeten uitbreiden trouwens. Ik zie, ik heb maar 8 iron blocks. Op een gegeven moment had ik meer diamond dan iron. Dat is pretty nice. Ik heb ook wat shit bij voor een nieuwe enchanting table te bouwen. Die wou ik maken onder mijn gold farm. En ik heb hier de kistenkamer een beetje moeten uitbreiden. Daar is een... ja, hier is een verblijfje. Maar ja, ik moet die schaap nog een keer weghalen. Maar het hier allemaal gras stond en die hebben dat weggehaald. Eigenlijk is dat een verblijfje voor panda's. Maar je kunt geen panda's aan een lead doen. Dus ja, ik was een beetje te lui nemen vanuit de jungle naar hier te halen. In een bootje. Daar had ik echt geen zin in. Maar goed, ik ga eens naar de gold farm gaan. Dit eilandje gaan we binnenkort ook helemaal renoveren. Zodat dat toch een beetje bij het schip past. Want dit eiland is nu zo... Is lelijk. Goed, we zijn hier terug in de nether. Ik heb deze tunnel afgewerkt. Ik weet niet of ik dat heb laten zien in een video. Hier is natuurlijk het portaal naar mijn eind... Wat zeg ik? Naar mijn... Watertempel, yes. En hoehoe, that's a pretty nice lift. Maar goed, ik heb neemt dat ik denk dat ik alles nodig heb. Dat ik alles wil hebben wat ik nodig heb. Oké, boy, maakt niet uit. Ik heb hier trouwens een slime lift gemaakt. Zo, in het geval dat er ooit iemand anders de gold farm wilt gebruiken. Is het eigenlijk de bedoeling dat er maar één iemand kan staan. Dus als iemand de gold farm wilt gaan gebruiken, hè, dan... Duwt hij op de knopje en dan komt de lift pas terug als hij ook effectief klaar is met XP vormen of wat de fuck dan ook. Oké, waarschijnlijk begreep je er niks van, maar het wordt straks wel duidelijk. Oké, ja, boeien. Het enige nadeel is dat je echt wel veel geduld moet hebben voor deze lift. Maar op zich vind ik het wel nog cool gemaakt. Dus het werkt me. Oh, fucking hell. Oh, mijn god. Ja. Ja, deze zegt, hè. Deze zegt. Och. Oké, opgelost. En dan kun je op dat knopje duwen. Om dat terug naar beneden te laten komen. Maar, dus. Hier is de gold farm. Op de bedrock. Ik heb de bedrock gebroken trouwens. Helemaal legaal. Dus, ik heb er een vervaagd tutorial voor gezien, maar het werkte dus, hey. Maar we gaan naar de gold farm, we gaan die proberen verbeteren en hopelijk lukt dat. Natuurlijk wil ik eerst een korte demonstratie doen. Je kunt het nu al zien, ik heb wel iets opgefuckt qua symmetrie. Dus als je ziet is de rechterkant iets langer dan de linkerkant. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar hoeveel, jongens, hoeveel stack zand, hoeveel stack glas dat hier is ingegaan? Als ik het goed heb, 40 of 50 stack zand. Daarom dat ik ook deze schep heb gemaakt. Ik heb zo twee scheppen kapot gemaakt. Want ja, anders kwam ik niet toe. Want daarboven zit ook nog allemaal glas, zodat er geen gauss kunnen spawnen. En natuurlijk overal toortjes, zodat er ook geen magma cubes kunnen spawnen, want die willen we niet. Goed, hier is het platformpje. We hebben al heel veel coole swords, let's go. Ik heb alles al een beetje gefilterd. Ik denk dat iemand anders mijn farm al heeft zitten gebruiken. Dat, ja. Er zitten al extra nieuwe golden nuggets in. Maar wat is het concept eigenlijk? Er spawnen beestjes. The fuck?
Waarom spawnt er niks? Aha, daar is iemand. Daar is nog iemand. Simons even afgekomen, want deze is niet normaal. Wow, dat is een beetje riskant. Ah, en nu spawnen die wel. What the fuck? Anyway, dus er spawnen dan Nevel Zombie Pigmen. Nu spawnen ze wel. En dan is het eigenlijk gewoon heel simpel. Bla, rot maar op, Simon. Ga maar weg. You have done your part. Kijk, dat is een beetje bruut. Jij. Dan komen ze eraan. Ja. Oh, die kip. Hoe fucking sad. Nee. Boom. En het is heel goed voor de levels. En dan is er ondertussen al een nieuwe wave aan het spawnen. Deze goed. Of niet. Dus ja, ik ben ondertussen ook al golden ingots aan het maken. En ik kan die waarschijnlijk allemaal gebruiken voor de power trails. Omdat ik bezig ben met een heel groot metrosysteem. Maar wat ik nu ga doen. Ik ga kijken of ik een ender pearl heb. Aha, oké. Okay. Nice, ik heb dus een ender pearl. Dit blokje staat hier eigenlijk zodat je in het veld zijt. Zodat je, als je in het veld zijt, hè, en je hebt per ongeluk een zombie pigman geslaan ofzo, kunt je daar een pearl tegen gooien. Moet natuurlijk wel goed mikken. Normaal gezien moet dat wel lukken. Goed, nu moeten we een slachtoffer kiezen. En dan kunnen we die een name tag geven. Dus dat gaan we denk ik wel eventjes doen. Dus ik moet gewoon even iemand op deze blok zien te krijgen. Ik denk dat jij met Enchanted Golden Sword, dat jij wel Noise Chosen One zou kunnen er niet afvallen. Laat mij niet in de steek. Oké, okay. Wow. Deze moet wel goed genoeg zijn, denk ik. Oké, okay. Jij bent de Chosen One. Nice. Oh fuck. Ja, oh my god, nu is hij naar beneden gevallen. Uh-oh. Oh fuck, oké, dat ging niet zo goed. Ik had niet verwacht dat hij eraf ging vallen. Het raar is, ze spawnen niet als Simon er niet is. Why are they doing that? Maar ik ga dus hier dus even een enchanting room bouwen. Gasten, waarom bouw je een enchanting room? Ja, je kunt hier super gemakkelijk XP krijgen. Dus dan is het wel handig dat ik hier gewoon even kan enchanten. Level 28. En deze? Boom, level 30. Oké, okay, perfect. Dan heb ik zelfs nog 5 dingetjes over. Dan ga ik even hier dit neerzetten. Doe deze erin. Ik wil hier ook nog 2 obsidian blokjes voor leren. Mijn fortune pickaxes. Yes. Goed. What's pretty nice. Ik ga wel even een nieuwe name tag halen bij Lucas. Dingen dat hij niet zo erg zal vinden dat ik er 2 ga halen. Dus dit is mijn supersnelle ijsbaan. Woohoo. Yeah. Pretty nice. Deze heeft ook echt heel veel resources gekost. Waarom ik dat zo mooi heb gemaakt? Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het eigenlijk wel, omdat ik het gewoon allemaal graag mooi heb. Daarom dat mijn eiland zo fucking lelijk is. Deze wou ik ook nog eens afmaken. Dit was mijn idee, dus ik moet het ook wel eens afmaken. Ik wou eigenlijk zo'n soort van botanisch tuintje maken, maar dan a.k.a. Nether. Hè. Simon was trouwens bezig met de tempel hier te ver... Holy fuck. Goed, in een van deze kisten zitten de name tags. Oké. Okay. Een luur 2. What the fuck? Oké, dat is pretty sick. Aha, hier is een nieuwe tag. Maar er nog meer, denk ik. Ja, hier ook nog 21. Je krijgt een tripwire hoek van mij. Veel plezier met de tripwire hoek. Oké, name tag. Yes. Ligt hier een anvil? Lucas, schet toch een anvil, alsjeblieft. Where the fuck is your anvil? Ja, kijk, ik weet dat er één staat in Jarden's Base, dus ik neem aan dat we even naar Jarden's Base gaan.
Hier is het huis van Rens. Rens komt niet meer op de server, omdat hij mij niet meer nodig heeft, want ik had geholpen met zijn PC parts te kiezen. Uiteindelijk heeft hij er gekregen van zijn ouders, dus ja, hij had mij niet meer nodig en hij komt niet meer online. Dus deze ga ik eens een keer opblazen. Maar daar is de base van Jaren zijn kasteel. Ik weet eigenlijk niet of ik dit mag laten zien in de video. Sorry Jaren. Het ziet er wel pretty fucking nice uit. Hier is een anvil, yes. The chosen one, hashtag 2. Oké, deze moet wel lukken. Oké, ik ben terug. Hopelijk gaat het nu wel lukken. ik heb zo weinig geduld voor deze lift, holy fuck. Oké, dat was lucky. Ik wacht wel gewoon. En dan moet je nooit zoveel geduld hebben om heel die f***ing ladder naar boven te halen. Oh. Ziet er wel echt sick uit vanaf hier, holy fuck. Wow, check die trippy shit, hè. What the fuck? Dat is fucking gek. Ik ben toch niet de enige die het ziet, nee? Ik heb niet gesmoord of zo, hè. Ik doe dat trouwens niet. Oké, dat maakt niet uit. We zijn terug. En de monstertjes spawnen niet. Dat is pretty kut. Deze is echt wel heel fucking raar. Dat is zo typisch, hè. Het werkte perfect gisteren. Ik wil laten zien in een video en het werkt niet meer zoals het zou moeten. Simon is hier en ineens spawnen de pigmen wel. Dat is zo fucking raar. Misschien als ik in de overworld zit, dan spawnen die wel. Ah, wacht, we zullen eens testen inderdaad. Damn. Ah, nice. Oké, het lag dus eigenlijk... Het probleem lag dus omdat de, als er twee mensen in de nether zitten, dan werkt het niet. Dus ja, dat is ook goed om te weten, I guess. Maar we gaan dus ons dingetje van daarnet terug proberen. En hopelijk gaat dat nu wel werken. Allee, ik zal het zo zeggen. Hopelijk ben ik nu niet stom. Anders zet ik hem in een bootje of zo. Moet ik wel mijn bootje opgeven, maar ik heb er... Voice crack? Voor de rest werkt de pigment farm wel goed. Dat glas is er zo erin gaan spawnen. Normaal gezien is het multilayer, maar ik heb dat niet gedaan omdat... ik weet niet. Oeh, dat is wel een probleem dat die daar ook spawnen. Dus ik moet gewoon even een pigment in een boot zien te krijgen. Is niet zo moeilijk. Ah, wassen. Jij bent de nieuwe chosen one. Oké. Wacht, hè. Ik ga achteruit parkeren. Wacht. Oh. Nee. Oh, fucking hell. Yikes. Oh, shit. Here we go again. Boom. Komt jij maar mee? Waarom? Oh. Ja, nu ben ik terug in Spanje niet meer. Jai. Oké, het belangrijkste is gewoon de... Wacht, voilà. Zo. Oké. Oh. Wacht. Rot jij even op alsjeblieft. Oké, nice. Hoop, normaal gezien gaat hij niet despawnen. you will be there for eternity. Als het goed is, is hij nog kwaad. Ik hier gewoon nog ijs plaatsen hieronder, denk ik. Zodat de XP automatisch naar mij toestroomt. Oké, ze worden wel automatisch kwaad, maar niet allemaal precies. Hun wel. Misschien moet ik er een plaats in elke hoek. Zou die vanaf hier kunnen raken? Nee, het gaat wel. Boom. Oh. Nice. Oké. En dat is nu... Dus ik heb er net een automatische vorm van gebouwd. Let's motherfucking go. En qua stuff, hoe zit het? Oké. Heel... Oké. Dat waren heel veel golden nuggets. Maar boys, ik ga deze video wel afsluiten. Dus vond je het leuk, was een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer en de volgende keer een nieuwe Minecraft Survival. En ik zeg ciao.